Hallo, leuke ballontwisters allemaal. Welkom bij alweer een nieuwe video. Ja, iedereen denkt waarschijnlijk dat ik mijn haar heb afgeschoren. Maar dat is niet waar hoor. Ik heb deze morgen mijn haar gewassen met mijn moeder haar ontharingscrème. Die had daarnaast mijn shampoo gezet. Maar ja, het komt op haar benen altijd terug. Dan zal het op mijn hoofd ook wel terugkomen. Hè. Maar goed, we gaan vandaag weer een leuke ballonfiguur maken. En vandaag gaan we maken een geweldige mooie T-Rex Tyrannosaurus. Wat heb je nodig voor een leuke T-Rex te maken? Twee ballonnen, 260. Ik gebruik rood, omdat rood is altijd het meest gevraagde voor een T-Rex. Een stukje geel van een 350 ballon of gewoon een ronde gele ballon. Een stift en onze ballonpomp. Ik zou zeggen, neem je spulletjes erbij en laten we starten. Om te beginnen gaan we natuurlijk onze eerste rode ballon gaan oppompen. Goed dichtknopen natuurlijk. En we laten een staartje over van ongeveer een viertal vingertjes. We starten met de bek van onze dinosaurus, dus we nemen een bubbel van ongeveer 4 vingers groot. Gevolgd met nog een bubbel van 4 vingers groot. Deze gaan we samen twisten. De knoop door de twee bubbels, zodat ze goed op hun plaats blijven. En we gaan afsluiten met een pinch twist. En dit wordt de snuit van onze dinosaurus. Nu gaan we de nek maken van de dinosaurus opnieuw. Afhankelijk hoe groot je de nek wil, wil je een langere nek, maak je een iets langere bubbel. Wil je een kortere nek, maak je een iets kortere bubbel. Ik ga ongeveer weer de bubbel ongeveer de grootte maken van mijn hand. En nu gaan we de voorpootjes maken. Een T-Rex heeft hele korte voorpootjes, dus gaan we ook twee korte voorpootjes maken. Maar ik ben nog iets vergeten. Juist voor we de voorpootjes gaan maken, moeten we eerst hier nog even een pinch twist maken. Dus opnieuw gewoon een bubbel. En pinch twisten. En nu kunnen we de voorpootjes maken. Dus zoals eerder gezegd, de voorpootjes van een T-Rex zijn heel kort. Dus we gaan ongeveer 3 vingertjes maken. Een bubbel van 3 vingertjes. Gevolgd door een heel kleine bubbel. Opnieuw een heel kleine bubbel. En opnieuw een bubbel van ongeveer 3 vingertjes die we dan gaan verbinden met deze bubbel. Om deze te verbinden draaien we die in onze pinch twist. En dit is het eerste deel van onze dinosaurus. Dit deel wordt het lichaam en de staart. Daar gaan we zelfs mee verder. We gaan dit gewoon eerst eventjes opzij leggen. En we nemen nu onze tweede rode ballon. Die gaan we ook weer gaan opblazen. Hetzelfde als de eerste. Goed dichtknopen. Een staartje overlaten van ongeveer 4 tot 5 vingers. Hier beginnen we met een loop. Of een bloemblaadje. Goed twisten. Ik steek de knoop altijd door de loop, zodat deze mooi op zijn plaats blijft. Een pinch twist. En nu maken we de onderste poten van de dinosaurus. Die zijn iets groter dan de voorste poten, dus ongeveer, laat ons zeggen, 8 vingers. Opnieuw een pinch twist. Opnieuw een bubbel van 8 vingers.
Opnieuw een loop. En we sluiten af met opnieuw een pinch twist. De rest van de ballon hebben we niet meer nodig, dus die knippen we los. En we knopen het vast. Ziezo. Dus dit zijn onze poten van onze T-Rex. Als je wilt kan je de poten nog even masseren, zodat er een beetje een vorm in komt. Ziezo. Dan nemen we onze T-Rex en dan gaan we kijken ongeveer waar we deze willen. Dus ik ongeveer de helft neem ik meestal. Zo. En dan draaien we deze naar tussen. Draai je pootjes goed op de plaats. En onze T-Rex is eigenlijk zo goed als klaar. Nu, om het gezichtje nog mooi af te werken en mooi in vorm te geven, nemen we de hele ballon. Nogmaals, dit kan een stukje zijn van een 350 ballon, maar je kan hiervoor ook gewoon een ronde hele ballon gebruiken. Je maakt gewoon een kleine bubbel. Knoopt deze dicht. Aan de andere kant hetzelfde. Knoop deze ook dicht. En nu hebben we een bubbel met twee eindjes aan. Deze eindjes gaan we gebruiken om onze oogjes te verbinden. Dit stukje van de ballon gooi ik niet weg. Dit hou ik terzijde. Ik heb een bakje met allemaal overschotjes van ballonnen. Dat hou ik altijd bij de hand. Als ik dan oogjes moet maken, kan ik altijd de overschotjes daarvoor gebruiken, zodat ik niet elke keer opnieuw een volledige ballon moet versnijden. Dus nu gaan we de oogjes maken. Hoe doen we dat? We pakken onze bubbel en we verdelen deze in twee aparte bubbeltjes van ongeveer dezelfde grootte. Als deze niet perfect even groot zijn, is dat niet echt een grote ramp. Voilà, dus nu hebben we twee bubbeltjes. Dan nemen we onze dinosaurus en we gaan onze ogen verbinden met deze pinch twist. Dus we nemen de pinch twist. En we brengen de oogjes daardoor heen. Ziezo. Nu zie je dat onze dinosaurus nog twee flapjes heeft aan de oogjes. Ik ga deze flapjes ook weer verbinden met de pinch twist. En zo worden deze twee bubbeltjes automatisch ook mooier in vorm gebracht voor de oogjes. Ziezo. En dan hebben we nu al een veel koelere dinosaurus. Maar om het af te werken gaan we de oogjes nog een beetje tekenen. En dit doe ik eigenlijk heel eenvoudig door gewoon een langwerpig streepje op de oogjes te plaatsen. En zo heb je eigenlijk een heel eenvoudige dinosaurus. Heel snel te maken, maar een heel leuk figuur. En je zal merken, de kleine jongetjes zijn er allemaal gek op. Ik wens jullie heel veel plezier. Maak mooie dinosaurussen. Stuur mij de video's of de fotootjes van jullie dinosaurusjes altijd maar lekker door. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.